Burgemeester Verhoeven, wat gaat er vanavond gebeuren? Nou, we gaan vanavond iets moois doen, een cadeau overhandigen. En dat cadeau is drieledig. Wij hebben als gemeentebestuur besloten om grond aan te kopen. Om wagenbouwgroepen een vaste positie te geven op de Poortmannen. En dat is er nog even tweeledig. Er zijn een aantal groepen, Lambrechtvrienden, De Rijten en iets geschif. Die zaten op een plek, maar dat was altijd maar tijdelijk. We hebben nu besloten van nou, dat maken we een duurzame plek van. Vooral omdat dat een locatie is, dat is eigenlijk het laatste station voor de optocht, noemen wij dat altijd. Daar kunnen mensen nog even schuilen als het in één keer gaat rekenen. Of als er nog mankementen zijn, even een lasapparaat erbij, dan hebben we dat allemaal bij de hand. En aan de achterkant van de Poortmannen, daar willen we wat nieuwe bouwplaatsen gaan ontwikkelen. Voor eventueel groepen die alsnog gaan starten. Of groepen die elders in de problemen komen omdat ze gewoon weg moeten en ervoor kiezen. En dat kan soms, we hadden bijvoorbeeld Vriendenkring van Gaal, die door positieve economische omstandigheden op een plek weg moesten. Dat is leuk voor het bedrijf, maar minder leuk voor die wagenbouwgroep. Maar we hebben ze gelukkig kunnen helpen op een andere locatie. En zo willen we dat ook doen voor anderen. Dus dat is deel 1 van ons cadeau. Deel 2 is dat wij vinden dat alle bouwplaatsen ook verhard moeten worden. Soms staan mensen letterlijk in de modder te werken. En dat is niet veilig, vinden wij. Dat moet geklauterd worden. Dat moet met elektrische apparatuur gewerkt worden. Dus dan moeten mensen gewoon op een veilige ondergrond staan. Dus alle bouwplaatsen worden voorzien van een vaste ondergrond. En daarover gaan we zometeen een overeenkomst sluiten met elkaar. Dat in bruikleen gegeven wordt. Dat zullen hoofdzakelijk stelkomplaten zijn op een bouwplaats. En in sommige gevallen ook bituum. Waar dan in de winterdag ook nog een ijsbaantje komt. En dan heb ik het over de bouwgroep Hatcho op de Hodibaldenslaan. En als laatste willen wij eigenlijk ook dat alle bouwplaatsen worden voorzien via ons HSL-net van wifi. En dat betekent dat er dan ook betere mogelijkheden zijn, A, voor de mensen die er werken om gewoon wifi te hebben. Maar vooral ook een stukje aan te bieden met betrekking tot de veiligheid door eventueel camerabewaking te kunnen realiseren. En dat kan vooral als je wifi-verbinding hebt, een hele goede verbinding. Nou, die hebben we in onze gemeente, althans op de meeste plekken. En daar gaan we dus, maar dat zal nog wel een bouwseizoen duren. Dus die drie cadeautjes gaan de mensen vanavond uitpakken en in ontvangst nemen. Boukje, we hebben zojuist als wagenbouwersgroep en als stichting heel mooi cadeau gekregen. Wat is de waarde van dit cadeau? Ja, die waarde is ontelbaar. Het is het geloof in de toekomst. In ieder geval voor ons als wagenbouwers en als ons als stichting. Dus de gemeente spreekt hiermee uit ook vertrouwen. Net zoals wij allemaal hebben dat we er over 25 jaar nog zijn. Dus dat is fantastisch. En daarnaast vind ik het ook een heel mooi gebaar. Omdat we met z'n allen hard werken aan veiligheid. Dat wordt van ons verwacht als evenement. Maar op deze manier, door die verharding op de bouwplaatsen, wordt ook een stukje veiligheid geborgd. We hebben betere, egalere ondergronden. Dus als de wagenbouwers daar goed mee omgaan, dan denk ik dat we daar een fantastisch mooi cadeau aan overhouden. Geert, KWS toont met deze opdracht eigenlijk een stukje maatschappelijke betrokkenheid in Hezen. Ja, klopt. Als KWS zijn wij heel decentraal georiënteerd. Dus lokaal bekend bij de gemeentes. En zeker dit initiatief pakken we met beide handen aan om echt maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. En daar dragen we graag een steentje bij. En sowieso voor jou denk ik een soort van thuiswedstrijd. Ja, zeker. We zitten kort bij het vuur, dus de contacten zijn warm en daar maken we zeker graag gebruik van. Zijn er nog wagenbouwersgroepen die moeten verhuizen? Nee, zoals het er nu uitziet, en dat is ook het mooie van dit cadeau, hoeft in principe geen groep te verhuizen. Want we gaan nu eigenlijk naar een stukje permanent, naar een stukje zekerheid toe. En dat is ook het hele mooie, want wat hebben wij liever dan dat wij zichtbaar blijven in heel het dorp? Het is natuurlijk enerzijds fijn als je een collega bouwgroep naast je hebt staan. Maar het heeft ook wel iets Hezers en iets dorps als jij door Hezen aan de ene kant binnenkomt rijden en aan de andere kant als er overal bouwtenten staan. Dus dat is echt wel heel erg fijn dat dat op deze manier ook een beetje geborgd is.